Welkom, welkom in deze nieuwe Schouwburg Kunstmin. Mooi, hè? Is nog maar net open. Ik ben Marieke van Leeuwen en ik mag vandaag presenteren. Het is een lekker volle zaal trouwens. Niet helemaal vol, maar als je de Dordtse dichter Jan Eikelboom, die schreef wie leest, leeft dubbel. Dus als u dat meerekent, dan zit de zaal dubbel vol. U weet het waarschijnlijk, vandaag is het slotfeest van Nederland Leest. De campagne van alle bibliotheken, waarbij het boek van Maarten het Hart, een vlucht regenwulpen, centraal stond. En deze avond wordt ook live, en deze middag ook, wordt live uitgezonden via een livestream bij alle bibliotheken en in de Nederland Leest app. Heel bijzonder schijnt het. Iemand zei super bijzonder. Ja, waarom moet het boek gepromoot? We zijn toch best met veel hier. Ik las laatst een artikel in de NRC van Philip Huff over de staat van de letteren. En die was vrij somber, moet ik zeggen. Dat heet ontlezing, heet dat tegenwoordig in onze taal. Maar goed, deze zaal geeft toch weer een beetje hoop. En een kort citaat uit het artikel van Huff is: zowel volwassenen als kinderen die vaak fictie lezen, kunnen zich beter voorstellen hoe anderen zich voelen en beter begrijpen hoe anderen de wereld zien. Theo Sontrop heeft het in een interview over vicarious living, plaatsvervangend leven. Het lijkt me ongelooflijk nuttig in deze samenleving. Maar nu ga ik de schrijvers introduceren, want daar gaat het tenslotte om. Allereerst Mensje van Keulen. Zij werd geboren in Den Haag. En na haar middelbare schooltijd werkte zij in Londen als au pair en bij een antiquaire. En daar volgde zij ook een cursus schilderen aan een art school. En na terugkomst in Nederland ging zij in Amsterdam wonen en naar de Kunstacademie in Den Haag. Ze schreef een indrukwekkend aantal romans, verhalen, dichtbundels, kinder- en jeugdboeken. Haar eerste korte verhaal, De Bruiloft, schreef zij in 1969. Toen was ze dus begin 20. In 1972 kwam haar debuutroman Blekers Zomer uit. Een jaar na het debuut van onze eregast Maarten het Hart overigens. Blekers Zomer is inmiddels een klassieker. En het werk wordt ook heel vaak op boekenlijsten van middelbare scholen gezet. En zo kwam ik ook zo'n commentaar tegen, vond ik wel leuk. Het verhaal begint al gelijk leuk door de zin: Bleker kreeg het avondeten maar met moeite weg. Niet omdat hij geen honger had, maar omdat hij al 3 dagen niet had kunnen poepen. Met zo'n zin ben je al gelijk geïnteresseerd. Mensje behoorde jarenlang tot de redactie van het literaire tijdschrift Maatstaf, samen met Gerrit Komrij, Theo Sontrop en Martin Ros. En de laatste twee waren ook trouwens de uitgevers van Maarten het Hart. Andere titels van haar boeken zijn onder andere Van Lieverlede, Overspel. Voor kinderen schreef ze ook gedichten van Aap tot Z. Tommy Station, ook voor kinderen. Geheime Dame, De Rode Strik in 1994. Olifanten op een Web, een meer autobiografische roman naar aanleiding van de dood van haar moeder. En De Gelukkige. En dan wil ik even om u van de taal te laten proeven, de allerlaatste zin uit De Gelukkige voorlezen. Ik wist waar ik naartoe ging. Nee, ik wist het nog niet. Maar het steentje onder mijn schoen tikte steeds sneller. Het tikte of ik heel lichtvoetig was en nog wel een eind kon. Mens heeft onlangs de Constantijn Huygensprijs voor haar hele oeuvre gewonnen. En ze is vaak genomineerd voor een prijs, maar nog belangrijker is dat zij ook zeer veel prijzen heeft gekregen. Het is gewoon allemaal te veel om op te noemen. Het is een enorm oeuvre. Dus ik ga u nu voorstellen aan Mensje van Keulen. Ik ga lekker zitten. En dan nu over onze eregast.
Maarten het Hart werd geboren in Maassluis. Hij groeide op in een gereformeerd milieu. Zijn vader was grafdelver. Hij bezocht het groen van Prinsterer Lyceum in Vlaardingen en studeerde biologie in Leiden. Hij is niet alleen bekend als schrijver, maar ook als gedragsbioloog. En hij promoveerde op een proefschrift, dat is wel leuk die wetenschap, over het doorkruipgedrag van de driedoornige stekelbaars. En een van die stekelbaarzen was het mannetje Karel. En hij publiceerde een studie over de bruine rat, ratten genaamd. En zoals hij in zijn romans Vogels beschrijft, zo kan niemand het. Zijn debuutroman heet Stenen voor een ransuil, dus 1971. En Een vlucht regenwulpen, 1978, is zijn derde roman. En zijn eerste grote succes. De roman is verfilmd ook in 1981. Het is een prachtig boek dat terecht is uitgekozen, vind ik, voor Nederland Leest. 65ste druk. Ook hij schreef over de dood van zijn moeder. Een passage. Regenwulpen zijn zo zeldzaam, zo bijzonder, dat ik naar het raam toe wil rennen om ze beter te kunnen zien. Maar ik doe het niet. Ik denk alleen maar, ze is gestorven op het moment dat de regenwulpen overkwamen. En die gedachte troost me, vreemd genoeg. In De Aansprekers, 1979, beschrijft hij de begraafplaats van zijn vader. En de maan hing tussen het baarhuisje en het lijkenhuisje, bleek aan de lichte hemel, terwijl overal tussen de grafstenen merels en lijsters zochten naar voedsel en nestmateriaal. Ja, bekende titels zijn verder, ik kan ze echt niet allemaal opnoemen, dat is ook een enorm oeuvre. Laatste zomernacht, dat is een novelle uit 1977. Ongewenste zeereis, essays. De Ortolaan, het boekenweekgeschenk in 1984. Lotte Weda, Dovemans orendieet. Ja, het is verder te veel om op te noemen. En hij ontving prijzen. De Multatuliprijs voor het vrome volk. Een verhalenbundel. De Jan Greshofprijs voor de som van misverstanden. De Gouden Strop voor het woede der gehele wereld. Ook dat is verfilmd overigens in 2006. Nou, zijn boeken zijn vertaald in tenminste 8 talen. Maarten schrijft over de natuur, dus veel over vogels. Over buitengesloten worden, eenzaamheid. Onbereikbare liefdes die desondanks gelukkig maken. Religie, klassieke muziek. En over zijn moestuin niet te vergeten. En hij liet zich beschrijven door vriendin en collega, Mensje van Keulen in Geheime Dame. Maarten het Hart. Ga zitten bij de schaal Maarten het Hartjes. Staat erop. Dank u wel. Oké. Het komt niet vaak voor dat je gespreksleider moet zijn. Nou, ik weet niet of het jou ooit is overkomen, Maarten. Jij hebt een keer een televisieserie gehad. Ja, zeker. Waarin schrijvers aan de tand werden gevoeld. Maar dit is echt heel bijzonder wat we nu zelf hier ook beleven. Zo met u allen. En ik wil graag 1 regel voorlezen uit Een vlucht regenwulpen. Die door de moeder van de hoofdpersoon wordt uitgesproken. Namelijk, geen zaterdag zo kwaad. Of de zon schijnt vroeg of laat. Kun je herinneren dat je dat hebt opgeschreven? Ja, zeker. Nou, ik hoop dat dat allemaal goed gaat. Okay. Dat zei mijn vader altijd. Oh, maar je doet in ja, dit in geval. Boek, laat de moeder, je, maar, precies. En ja. De moeder in dat boek overlijdt. Maar jouw moeder was toen nog lang nee, niet overleden. Nee, mijn moeder is 92 geworden. Precies, en daar komt nog een boek over. Maar ja, dat zal ook niet zo lang duren. Dat verschijnt binnenkort, hè? Dat zo. Verschijnt in februari. Ja, ja. Dus... dat is dan een hele andere dood. Maar goed, dat is het verschil al tussen fictie en non-fictie. Misschien komen we daar nog op. Maar ik heb van de organisatie een enorme lijst vragen gekregen. Waar we, want ja, er is al heel veel tijd van afgesnoept zojuist. Maar daar komen we waarschijnlijk helemaal niet eens aan toe. Laat staan er mijn vragen nog, die ik ook allemaal nog heb.
Nou, we gaan toch even kijken naar het eerste blokje. Kinderjaren. Maarten. Want er zijn natuurlijk mensen die dat niet weten. Mensen die niet al je boeken kennen. Want in die boeken worden eigenlijk die vragen allemaal wel beantwoord. Maar goed, hoe werd er vroeger in je familie met taal omgegaan? En had je als kind al plezier in taal en verhalen? Ik had als kind geen plezier in taal. Daar kan ik me niks van herinneren. Maar wel in verhalen. Ja, maar zodra je kon lezen, weet ik uit je werk... Toen was je zo gretig als wat, want had je ook maar te pakken kon krijgen uit de bibliotheek. Ja. Maar ja, je had in die tijd nog niet wat je nu hebt. Je had ze wel, maar in Maassluis waar ik vandaan kom had je geen openbare bibliotheek. Nee. Daar had je alleen maar de gereformeerde evangelisatiebibliotheek. Ja, ja. En daar kon je voor 10 cent per boek kon je een boek lenen. Dat is toch vrij veel geld voor dat was voor die tijd was dat een fortuin, echt waar. Kijk, we zijn ook zo oud dat we dit soort dingen zeggen. 10 cent. Ja. En daardoor kon ik, omdat het 10 cent kostte, kon ik maar 3 boeken per week meenemen, want meer geld was er niet. Maar, en die boeken had ik dan altijd op woensdag uit. Mm-hmm. Zaterdag, je kon alleen op zaterdag in de bibliotheek terecht en op woensdag had ik ze uit. En de rest van de tijd had ik niks om te lezen. En dan las ik in de Bijbel. Heerlijk. Ja. heerlijk. Maar ik neem aan dat je vader ook voorlas uit de Bijbel. Ja, bij het eten. Ja, bij precies, het eten. Zowel 's morgens, 's middags als 's avonds werd er een hoofdstuk uit de Bijbel voorgelezen. Ja. Alleen mijn vader, dat is dan misschien wel, als je zegt, had je plezier in taal? Mijn vader veranderde wel eens een enkel woord. Er staat bijvoorbeeld in de Bijbel ergens dat iemand naar een hoerenwinkel gaat. En dan maakte mijn vader dan van hoedenwinkel. Oké. Ja. Heel goed, ja. En wanneer kwam er erachter dat die ene letter... Ja, toen ik zelf in die Bijbel zat te lezen. Ja. Want toen dacht ik ook... Heb je hem geconfronteerd daarmee? Ja, ik zei, wat is dat nou? Er staat hoerenwinkel. Nee, dat is een drukfout, zei mijn vader. Er moet hoedenwinkel staan. Ja. En de rest klopte daarmee. Dus, ja. Nou, er is natuurlijk wel meer in die Bijbel. Ja, goed, het is een en al verderf. Ik kwam van alles tegen in de Bijbel. Ja, precies. Ja. Ja, ik ken het van, ik had een katholieke moeder, een gereformeerde vader. Mijn vader deed niks aan, mijn moeder ook niet meer. Maar katholieke scholen, jij gereformeerde scholen, dat is natuurlijk wel een verschil. Ja. Want dat is ons ook gevraagd, hoe was het samen vroeger voor u in uw jeugd? En hoe was het voor u in de jaren 70? Want men wil heel graag van ons horen hoe het in de jaren 70 was. En daarom zei ik net ook van 10 cent, wat klinkt dat lang geleden en zo. Dat is de 50 jaar, hè? 70 was je al wel bibliotheek waard. Ja, je had wel centen. Nog heel lang. Ja, zeker. Ja. Nee. Zeker. Nee, maar ik realiseerde me ook, en dat doen we allebei wel, dat bij het verzoek van, kunnen jullie wat meer vertellen over de jaren 70, dat ik ook dacht, niet het gevoel heb van dat het nou heel ver weg is. Maar als ik dan denk aan toen wij debuteerden begin jaren 70, als je dan denkt aan dat er schrijvers waren die in de jaren 30 schreven, dan was dat dan heel erg Dan is dat voor weg. Je gevoel heel dus weg, Dus hier zitten twee mastodonten die nog wel meedoen. Ja. Maar goed, we zijn nog in leven. Even kijken. Ik herinner me dus ook wel dat de Bijbel werd voorgelezen bij familieleden van me, hoor. Maar dat mag toch bij het katholiek helemaal niet, nee, Bijbel lezen? Nee, bij die gereformeerde kant bedoel ik. Oh, de gereformeerde kant. En zo. Er waren allemaal afscheidingen. Dus de ene oom had weer ruzie met de ander. Nou ja... Maar er is in je werk van die gereformeerdheid niks te merken. In mijn werk? Nee, ik heb wel over geschreven dat mijn vaderskant daarmee van doen had. Maar ja? Nee, verder niet. Jij bent jou... Ja, natuurlijk, laten we het daarover hebben. Je boeken zitten er vol mee. Nee, ja. Maar jouw vader, wanneer is jouw vader dan verdwenen uit jouw leven? Helemaal verdwenen. Je bedoelt hoe overleden? Oud? Nee. Nou... toen hij 25 jaar getrouwd was met mijn moeder, ging hij met een andere vrouw ervan door. Dus en hoe oud was jij dat toen? Dat mag vast niet. Hè? Hoe oud was jij toen? Toen was ik dus 25. Ja. 25? Ja. Maar je hebt hem dus wel je hele jeugd door meegemaakt, jawel, je vader. Maar hij las niet vooruit de Bijbel? Nee, hij niet. Nee. Hij deed helemaal niets meer aan het geloof, behalve voor hij ging slapen. Dan ging hij op zijn knieën voor de stoel liggen en dan riep hij onze kleine hond en dan liet hij een wind.
Wat heb je nooit ergens opgeschreven? Jawel, heel pril verhaaltje heb ik het ooit opgeschreven. Ik schaam me dood. Ik zal het ook niet voorlezen ooit. Maar goed, nu je daarnaar vraagt. Even kijken. Nee joh, ik moest naar katholieke school ook. En ik had in Den Haag dus een katholieke grootmoeder die erop stond. Dat ik als eerste kleinkind en een moedje katholiek was jij een moedje? Ik was een moedje, dat was vreselijk. Ja, ook dat nog. Maar dat ik dus katholiek gedoopt werd, want anders zou deze grootmoeder mijn hoofd afsnijden. Dus je snapt, er was geen ontsnappen aan. Hoofd afsnijden? Ja, hoofd afsnijden. Toen al de ISIS. Ja. Maar dat waren alleen maar woorden. Dat waren... dan komt de volgende, Maarten. We komen er vast niet doorheen. Ik heb zoveel wat allemaal opgeschreven. Ik heb ook alweer weken in je werk herlezen. En ik ben af en toe ook weer verrast, moet ik zeggen. Even kijken, was er een verschil tussen hoe vrouwen omgingen met taal en hoe mannen? Nee, dat kan ik me niet herinneren. Kan ik me ook niet herinneren. Nee. Mijn vader Lazen je ouders? Nou, mijn vader vloekte wat meer dan mijn moeder. Oh, ja, dat heb je ook beschreven. Mijn moeder vloekte echt nooit. Mijn vader die komt toch wel eens af en toe... Ook niet toen ze ouder werd? Nee, mijn moeder heeft nooit in haar leven ook maar één keer een vloek. In stilte? Echt niet. Dat kun je nooit controleren of iemand in stilte vloekt natuurlijk. Nee, maar ik weet wel, de moeder in de Vlucht Regenwulpen, die zegt echt aan het eind als ze op sterven is dat ze zo vol zonde is. Hè? Dus, Maar ja, goed, dat is fictie. Lazen je ouders? Mijn vader die las heel veel. En die haalde ook die boeken uit de gereformeerde evangelisatiebibliotheek. En om dan een beetje gelijk op te gaan, omdat we zo weinig geld hadden, lazen we ook wel mekaars boeken. Ja, ik heb ook vrij veel boeken al, vrij veel volwassene boeken gelezen in die tijd. Van C. Baartman en W. Schippers en K. Norell, dat las ik ook allemaal. K. Norell. Ja, ik zie het voor me, dat heb ik ook gelezen, maar de titel... K. Norell, die is ook in Harlingen geboren, net als Vestdijk, één jaar na Vestdijk en is in hetzelfde jaar als Vestdijk overleden. En hij heeft net zo'n enorm oeuvre bij elkaar. Ik kan me bijna niet voorstellen, want dat zijn meters. Maar het kwam niet door Norell dat Vestdijk iemand voor jou werd die je zo bewonderde. Nee, dat stond helemaal... Ik ben er pas later achter gekomen dat die Norell ook uit Harlingen kwam. Ja. Maar dat las je dan allemaal. Maar mijn moeder die las helemaal niet, maar dat kwam omdat ze thuis... Waar ze is opgegroeid, mocht ze niet lezen van haar. Dat was zondag. Het was niet zondag, maar dat was ze moest nuttige dingen doen, vond mijn grootvader. Ze moest handwerken, ze moest naaien, ze moest breien. En dan mocht je niet lezen. En als hij de kamer inkwam en hij zag dat een van zijn kinderen een boek las, werd het uit de handen gerukt en meteen in stukken gescheurd. Dat had bij mijn moeder zoveel indruk gemaakt dat hij daar, ook toen ze dus al lang het huis uit was. En die grootvader al lang uit zicht was, toch nooit meer een boek heeft opgeslagen. En jouw werk? Nee, dat heeft ze ook eigenlijk nooit gelezen. Een boek lezen, dat ging gewoon niet. Dat zat er zo in dat verkeerd was. Dat kon was. Zich ook niet concentreren. Nee, het was als de dood dat toch de vader weer zou ook komen, dat, geloof ik. Beschrijf je dit ook allemaal dat nu komt, in het boek dat over dat staat je moeder? Nu in het boek over mijn moeder, okay. Nou, daar zullen we nog maar verder niks over... Daar kunnen we ook over praten, maar... Maar ook al heeft ze dan, zeg je, niet je werk gelezen, je weet maar nooit of ze toch wat... Hè. Maar wat vonden ze ervan, en wat vond zij vooral ervan, dat je ging schrijven, dat je publiceerde? Nou, in het begin hebben ze daar eigenlijk niet zoveel van gemerkt, gek genoeg. Dus ik had ook een pseudoniem genomen, hè. Martin Hart, dat weet ik, natuurlijk. Nou, dus dat hadden ze helemaal niet in de gaten, dat hetzelfde was als Maarten het Hart. Dat is mijn vader pas heel laat achtergekomen. En nee, ze wouden er eigenlijk niet zoveel mee te maken hebben. Ze hebben het ook nooit gelezen. Mijn vader heeft ook nooit wat van mij gelezen. Maar je moeder was wel heel trots toen je een lintje kreeg. Ja, dat was eigenaardig. Dat vond ze nou alweer heel bijzonder. En de Montetouli-prijs? Nee, dat zei er allemaal helemaal niks. Wat ook trouwens weer jammer is dat zo'n prijs om zeep is geholpen. Ik bedoel, die heet niet meer zo. Nee. Ja, maar ja, goed, er verdwijnt al meer aardigs. U bent ongeveer in dezelfde tijd gedebuteerd, maar hoe zag de literatuur in die tijd uit? Ja, daar kun je eindeloos over praten natuurlijk. Welke schrijvers las je zelf en welke niet? Jij debuteerde in 1972, dat kan ik me nog Kijk, ik kan me niet zoveel meer herinneren uit die tijd van collega's.
Maar jij maakte meteen zo'n opgang. Ik had een poosje daarvoor mijn boek uitgebracht, Stenen voor een Ranzuil. Nou, niemand was erin geïnteresseerd. Het verkocht helemaal niet. En jij debuteert met Bleke Zomer over een man die niet kan poepen. Een heel klein boekje. Ja, een heel klein boekje. En dat maakt toch een indruk, zeg. Grote stukken in de krant. Ik had nog nooit van je gehoord, uiteraard, want je debuteerde. En dan staat er ineens een foto van je. Nou, alleen al die foto. Dat weet ik. Ik was helemaal weg van je, echt waar. Ik ben naar de boek. Dat was zo grappig. Ik ben meteen naar de boekhandel gerend, want ik dacht dat die foto ook achterop zou staan. Nee, dat bleek niet. Stond er niet. Nee. Toen dacht ik, ga ik dat boek nou kopen of ga ik dat nou niet kopen? Het gold ook voor mij het biesheuvel, weet ik, hè, met jullie allebei. Ja. Het ging langs mij heen, hoor. Ik heb het toen toch gekocht. Ja, het was je zo mee klaar. Ja, het was maar een heel dun boekje en het ging over een onderwerp wat me helemaal niet aansprak, want ik heb altijd heel erg goed naar de wc gekund. Nou, maar dat is maar iets terzijde. Oh, daar nou, heb je weer. Ja, wij vliegen elkaar wel vaker in de haren, hoor, maar we hebben afgesproken dat we dat niet zouden doen. Nee, maar dat doen we. We zouden ook niet gaan roddelen. We zouden ook niet allerlei commentaar hebben over hoe dat nu allemaal is in Letterenland. Dus we gaan ons inhouden, hè, Maarten? Ja, dus niet genoeg tijd voor trouwens. Maar wat jouw debuut betreft, want daar is het dus heel erg goed. Nee, je debuut, dat was eerder, maar ik bedoel Vluchtregen. Ja, maar dat kwam een paar jaar later dat uit. Dat was pas in 1978. Ja, jij was in 1972 meteen een wereldhit. Houd toch op, en dan moet je daarna... Het werd ook steeds herdrukt, kan ik me herinneren. Ja, nee, maar jij had daarna zoveel aandacht toen met dit boek. Ja, maar dat was pas 6 jaar later. En ik had een wapenbroeder, wat ik echt een van je mooiste nog steeds vind. Ja, maar dat werd ook helemaal niet opgemerkt. En het Vrome Volk, waarvoor je de prijs had. Ja, ik kreeg wel de prijs voor me. En die bizarre verhalen. Verkopen deed het helemaal niet. Nou, nu mag je niet meer mopperen. Oh, je moet eens kijken hoe die woont en zo. Ik heb het een beetje ingehaald, maar... Nou, kom op. Ik had een stukje eruit gehaald. Ja. Ik ga toch even naar Vluchtregen, want het is tenslotte een boek uit de jaren 70. Want ik dacht, dit is toch nog iets... Ja, dit is iets wat toch heel veel in jouw boeken voorkomt. Tenminste, als de hoofdpersoon een jongen is. Mm-hmm. Een jonge man, een man. Wil je dit hele kleine stukje tussen potlood lezen? 100 franken pro nacht, de melodie van de zondige liefde. Maar zij zal wel meer rekenen. Ach... Zondig is dit niet, dit is geoorloofd. Ze lijkt sprekend op Marta. Nee, ik kan niet met haar naar een kamer gaan. Ik wil met haar roeien in de zonnige rietlanden. Juist. Dus met een mooie vrouw niet meegaan om enzovoorts, maar liever roeien. Daar moet ik om lachen. Het is een beetje... Het is natuurlijk we hebben samen nog nooit geroeid. We hebben nooit geroeid, maar we hebben wel andere dingen gedaan. Weet jij nog waar we elkaar voor het eerst echt lijfelijk ook tegenkwamen? Ja, in Wassenaars Dierenpark. Wassenaars Dierenpark, dat weet ik nog. Dat weet ik nog heel goed. Je had een tijgerbloesje aan. Nee, een broek. Een tijgerbroek. Maar het patroon is blijven hangen, zal heel wat. Ja, maar ik durfde niet broek te zeggen. Maar. Ja, nou, dat was een hele strakke tijgerbroek. Daar heb ik later door een bevriende kunstenaar, die heeft daar een haai uitgesneden. Een haai. En die in een olieverfschilderij. Maar jij wilde, daar toen niks van mij weten. Nou, dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar. Want ik weet nog dat daar een heel klein stinkdiertje in een hoek zat. En ik had daar zo'n meelui mee. Mm-hmm. Dat heb ik jou verteld. Ja, en jij was het ermee eens ook dat die dieren veel te weinig ruimte hadden. Ja, dus, dat was om indruk op jou te maken. Oh ja. Heb je hem. Maar goed. Nou, het is allemaal heel lang geleden, maar ons geheugen werkt nog wel. Ja, gelukkig wel. Even zien hoor. Welke rol... Ja. Welke rol speelden de steden in de boeken? Dat, ik moet zeggen dat die in beide gevallen wel een rol gespeeld hebben. Maar het is zeker bij jou. Bij jou ook. Ja, jij hebt meer dan twee. Ja, jij hebt er wel vaker gezegd dat je één of twee werkt. Dus jij twee boeken en ik dan één boek. Maar je haalt me zelfs in hoor, want je hebt nog veel meer gemaakt. Natuurlijk, Maassluis komt vaak voor. Leiden, de stad waar je gestudeerd hebt, komt vaak voor. Ja. Hè? Ja, natuurlijk. In je non-fictie komt bijvoorbeeld ook wel Duitsland voor. Hè, als je een reis maakt, dan. En Zwitserland komt wel voor je. Maar verder kom je niet veel daarbuiten. Even iets in Engeland nog. Hè. Jij hebt een hele roman geschreven die in Engeland speelt.
toch? Een gedeelte, ja, voor een derde deel. En verder is het veel Den Haag, ja. En ook weer Amsterdam en ook een keer een plattelandsroman, toch? Maar een echte Haagse roman, zoals Couperus schreef, dat mijn laatste eigenlijk... liefde heeft geen hersens, mijn laatste speelt helemaal in Den Haag. Ja, dat is waar. Met een hoge klasse en een lage klasse. Ja. En dat vond ik ook aardig om het met jou daarover te hebben. In al je boeken komt het voor, in al je fictieve boeken. En in vooral de steile helling komt het heel sterk voor dat je schrijft over de mensen onderaan de dijk en bovenaan de dijk. Dus de lagere klasse en de hogere klasse. En kan dat ooit samen gaan? En ja, dat geeft veel frictie. Dat merk je heel vaak in maar jouw boeken. Het grappige natuurlijk van Nederland is dat het een beetje verdoezeld wordt als je hier in Nederland ook standen hebt. In Engeland is dat heel duidelijk. Daar heb je de lower middle class, upper middle class en de arbeidersklasse. Maar in Nederland wordt dat heel erg weggehouden. Maar het is nog steeds zo. Er is een hele duidelijke scheiding tussen meer ontwikkelde mensen en tussen een onderklasse in Nederland. Ja, en het is heel moeilijk om die... Dat is bijna onoverbrugbaar. Ja. Ja. We hebben toch een eind geschopt, Maarten. Wij zijn natuurlijk alle twee uit de onderklasse afkomstig. Ja. Ja, dat is een wonder dat we hier zitten. Ja. Ja. Nee, maar het is in Nederland heel moeilijk. En keurig Nederlands spreken. Ja, ja, jij wel in ieder geval. Nou, jij ook, jij spreekt ook ABN. Kom, Maarten. Kom. He? Nee, maar je hoort bij jou echt geen Haags accent meer. Kan jij nog Haags spreken? Ik kan heel plat Haags spreken als het moet, ja. Met, maar wil je dat even laten horen? Nee, ja. Ik weet niet of daar tijd voor is. ik kan een vraag op zijn Haags doen, maar ik weet wel waar je op zin speelt. Je wil dat ik dat versje ga doen, maar dat moet nou, misschien komt het er nog van. Zullen we eens kijken. Maar die taal is natuurlijk wel, ik bedoel, de omgeving, de familie natuurlijk, maar ook je directe omgeving, je scholen. Alles is heel bepalend voor wat je schrijft. Tuurlijk. Maar tegelijkertijd is het zo dat je toch ook naast al je vele non-fictieve werken, dat je heel veel romans en verhalen hebt geschreven waarin je toch echt fictie de hoofdrol geeft. Ja, natuurlijk. En daar wilde ik het ook met je over hebben, want het staat helemaal niet hierin. Want je hebt je laatst uitgelaten in een interview over dat je zo moe werd van fictie. Maar als ik heb dus tientallen essays van je doorgelezen. Mm-hmm. En de meeste gaan over natuurlijk componisten die je bewondert, maar toch vooral over schrijvers die je bewondert. Of dat nou Faulkner is of Vestijk, het zijn er zoveel, Dickens, noem maar op. Het zijn allemaal fictieschrijvers. Ja. Hè? En ik denk dat je mij nooit zoveel non-fictieschrijvers kunt noemen met zoveel personages die beklijven. Want als je kijkt naar welke personages beklijven in de literatuur, dan zijn het toch vaak, wat is het, van Dracula tot Frits van Echters tot David Copperfield tot Anna Karenina, Madame Bovary, zijn allemaal fictieve personages. Ja. Ken jij non-fictieve personages die zo kunnen beklijven? Nou, Abraham uit de Bijbel bijvoorbeeld. Ja. Oh, dat vind je non-fictie. Oké. Koning David. Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Maar fictie is het mooiste wat er bestaat. En ook om zelf te schrijven is het geweldig. Als je echt goed in een roman zit en als je die aan het schrijven bent, dan is dat het leukste en het mooiste. Hoewel het ook heel lastig en moeilijk is. Maar vind je het ook niet zwaarder? Ja, het is heel zwaar. Het is zwaarder. Ja. Het is veel zwaarder dan die non-fictie. Ja, die roes waar je in kan komen. Maar het probleem van de fictie zit als je te veel romans en verhalen achter elkaar aanleest. Als je in een jury zit, zoals ik, van de Anton Wachterprijs, en je krijgt 100 boeken, allemaal fictie, dan word je daar een beetje beroerd van. Ja. Het is een soort overeten. Ja. Het is te veel. Ja. Maar is het ook omdat je dan denkt van, ik geloof dit niet meer, ik prik hier doorheen? Nou, dat is het niet, maar het is allemaal dan ook allemaal wel hetzelfde. Van die debutanten, dat gaat altijd over liefdesperikelen en maar daar gaat vakantie. Het in de literatuur sowieso vaak over. Bij jou, zeker? Nee, bij mij eigenlijk nooit. maar het is ook hoe het opgeschreven is, hoe het behandeld wordt. Waarom zou dat dan zo'n soort gelijk zijn? Ja, als het zoveel wordt, als het steeds maar weer hetzelfde thema is, dan word je er een beetje beroerd van. En daarom heb ik toen voor mezelf de term fictie-frictie ingevoerd. Maar merk je dan toch niet dat de een dan wel
Ja, aantrekkelijker, ja, maar, of mooier. Nee, ja, maar op een gegeven moment gaat het allemaal, wordt het ook allemaal hetzelfde voor je. En als je dan een beetje non-fictie tussendoor leest, dan is het een verademing. Ja, ja, nou, non-fictie doet natuurlijk op zich niet onder voor. Nee. Daar gaat het ook niet om. Ik dacht, wat zeg je me nou van rare dingen? Ja. Nou, over fictie dan maar. Ga jij zelf nog fictie schrijven? Ja, zeker. Ik ben alsmaar bezig aan een roman over de Tweede Wereldoorlog, waarin de kerkscheuringen toen is dus in feiten gebaseerd. Ja, ja, in Nederland is toen de gereformeerde kerk gescheurd, midden in de oorlog. En dat is nog steeds, dat vind ik zo bijzonder. Iedereen is dan bezig met de bezetting en met de Duitsers. En ondertussen slaan de gereformeerden elkaar de hersens in vanwege de veronderstelde wedergeboorte. Nou ja, dat is zo eigenaardig. Dat is zo bijzonder. En op hun onderduikadres zitten de dominees elkaar te bestoken met pamfletten. Dat is. Klaas Schilder zit in Leiden op een onderduikadres. En hij is zo kwaad op iemand dat hij zijn onderduikadres helemaal verlaat om dat even uit te gaan vechten. Oh, het zonde. Ja. Nee, maar het grappige is, de Duitsers die hebben dat nauwlettend gevolgd, die kerkscheuring. En die vonden dat prachtig. Die dachten, die gereformeerden slaan elkaar de hersens in. Hoeven wij ze de hersens niet meer in te slaan. Oh, dat is een mooie conclusie. Ja, nee, maar dat is echt waar. Ze hebben het aangemoedigd. Nou daar zit voor mij al jarenlang een prachtig onderwerp in om een roman over te schrijven. Maar je hebt al zoveel over scheuring geschreven, afvallige, alle rariteiten met ouderlingen. Ja, zeker, maar dit is toch niet tegen het decor van de Tweede Wereldoorlog. Nee, dat is waar. Dat is toch weer anders. En met de Duitsers er doorheen en hoe dat allemaal werkte. En dat ze daar midden in Den Haag, dat gebeurde dus in Den Haag, in de Lutherse kerk, dat ze daar de akte van afscheiding en wederkeer hebben voorgelezen. En de notabene de Lutherse kerk. En mensen die kwamen uit het hele land, kwamen daarheen te voet, want je kon niet, fietsen hadden ze niet meer, die waren allemaal afgepakt. Confiskeerd. Ja, dus het is een prachtig verhaal. Maar het moet wel. Ga jij even praten, ga ik even hoesten. Is dat goed? Ja, gaat u ook even hoesten, anders? Ja, nee, het is een prachtig onderwerp om over te schrijven, maar ook wel heel erg lastig, omdat ik heb zelf de Tweede Wereldoorlog natuurlijk niet meegemaakt. Ik ben in 1944 geboren, wel in het jaar van de kerkscheuring. En in die zin heb ik er iets van meegemaakt dat als je vrijgemaakt was, dus als je vond dat Abraham Kuyper ongelijk had met zijn beweringen over de doop, dan moest je eigenlijk de kerk uit. En mijn vader die wou ook de kerk uit, maar mijn moeder wou de kerk niet uit. En daar kwam dus een tweespalt tevoorschijn. En dat is eigenlijk ook nooit meer helemaal goed gekomen tussen die twee. Nou, ben je alweer terug? Nee, ik ben terug. Maar ik hoorde de laatste zin, maar dan kan je het in je fictie kan je het weer goed maken, toch? Ja. Maar dan kan je er wat veranderen. Ja. Want ik vind het ook helemaal geen punt. Bijvoorbeeld in Vervlucht regenwulpen, natuurlijk zie ik jou ook voor je. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik je ken. Maar dat hij bijvoorbeeld een rijbewijs heeft, de hoofdpersoon, ja, jij niet. Ik heb geen rijbewijs. Nee, het boek is helemaal niet zo autobiografisch. Wat gemeen dat ik zo moet hoesten, dat is helemaal niet de bedoeling. Maar ja, dat. Had je toen al lezingen in de jaren 70? Ja, ja, ja. Ik kan me herinneren dat ik al in 1973 een lezing heb gegeven ergens. Was je toen nerveus? Ik was toen wel nerveus, ja. Ja. Nou, niet meer, hè? Nee. Nou, dat. En jij dan? Ja, ik heb een keer met Maarten Biesheuvel ergens gestaan, ja. Die was toen niet zo nerveus, trouwens, nee. Ja, die houdt wel van een podium, hè. Hoewel die toch een behoorlijk zenuw kan hebben, laten we het zo zeggen. En waar was dat? Weet je dat nog? In Zuid-Holland, nee, ik weet het niet meer, nee. Maar, we zijn wel lezingen geweest. Maar ik heb gepoogd ze lang af te houden, want ik was te nerveus, ja. En dat is weer een ander onderwerp. Hadden wij schrijvers als vrienden? Ja, ik kwam dus in Maatstaf, zoals net al verteld is. Dus, ik zat daarvoor in Propia Curis, waar ook een beetje een bakermat vaak voor jonge schrijvers. Dat wil zeggen, je moest iedere week een stuk inleveren. En daardoor leerde je natuurlijk wel wat het was om alsmaar te blijven schrijven. Maar dat waren nooit, of nauwelijks, bijvoorbeeld Nederlandici of zo. Nee, schrijversvakscholen waren er niet. Die waren er nog niet. Dat was er allemaal niet. Nee. Ik had geen
Wel, ik kende Maarten Biesheuvel toevallig, omdat hij ook in Leiden woonde en vlak bij mij in de buurt woonde. Maar verder had ik helemaal geen vrienden. Nee. Ach, zielig, ja. Maar wij ontmoeten elkaar toen. Ja, was naast het dierenpark. Ja, precies. Maar dat heeft een hele tijd lang toch nog daarna geduurd voordat we echt een beetje 80, bevriend geraakt 80, zijn. Toch wel. Dat is eigenlijk pas gebeurd tijdens de bruiloft van Maarten Biesheuvel op Schiermonnikoog. Ja, is dat zo? Ja, toen was je nog een baby. Dat was 1979. Oh, toen was je iets toch nog jaren toeschietelijker. Je probeerde me natuurlijk het hof te maken. Dat doet hij bij zoveel vrouwen af. Zoveel vrouwen? Jawel, dat kan je ook allemaal lezen. Ik mocht bijvoorbeeld weer niet met jou meerijden na afloop van die bruiloft. Meen je dat nou? Nee. Maar dat kwam misschien niet in jouw auto. Dat kwam omdat ik een baby aan boord had. Nou, dat heb je er niet en bij. En een man. En dat een man. Heb je er niet bij gezegd. Volgens mij maak je er nu fictie van. Nee. Jawel. En ik zie je nog staan bij een stoplicht. En je woonnaam en je verder. Ja, het zal wel. Dat was een ander. Even kijken hoor. Je brengt me helemaal van mijn apropos. Ja. Hadden wij ooit verwacht dat wij, zoals er staat, een carrière zouden hebben die meer dan 40 jaar zou bestaan? Ja. Ik niet hoor. Nee. Dat weet je van tevoren natuurlijk nooit. Nee, weet ik niet. Dat weet je nooit. Nee. Maar het is ongebruikelijk voor schrijvers om zo lang aan de bak te zijn. Dus we moeten er allebei maar een punt achter zetten. Ja. Nou, je hebt nog plannen. Ja, ik heb nog wel plannen. Ja. Ja, maar het gaat in de uitgeverij en de boekhandel zo slecht. Dat moet je dan wat doen. Maar de vraag is of de uitgever nog een volgend boek van mij wil uitgeven. Nou, ik weet wel zeker van ja, dat gebeurt zeer zeker. Jaren 70, onze werelden waren heel anders. Jij woonde dus in Leiden, in feite, vooral. En ik zat in Amsterdam. En hoewel mijn werk realistisch te noemen is, wat ik schreef in die jaren, zat ik natuurlijk in een omgeving met Hitweek, Aloha. Het was allemaal hippiedom nog. Het waren allemaal popmuziek. Het was doorzakken. In mijn omgeving waren veel mensen die aan het blowen waren. Iets wat ik trouwens zelfs niks vond. En ik kan ook niet echt met veel plezier aan die tijd terugdenken. Maar die omgeving, daar zat jij niet in. Nee, daar zat ik totaal niet in. Ik zat in een universitaire wereld. En daar werd niet geblokt. Mijn man studeerde ook aan de UvA. Maar goed, die was daarnaast ook fotograaf. Dus daardoor belanden we soms dan ineens bijvoorbeeld voor Hitweek op een schip. Waar iedereen dan bloot rondliep. En op elkaar op matrassen lag. En dat ik echt aan de reling stond. Ik dacht, wanneer gaan we naar huis? In godsnaam, vaart terug. Maar goed. En jij hebt zelf niet bloot op een matras gelegen? Nee, ik heb dat niet gedaan. Nee. Ik ook nooit. Jammer, hoor. Maar... Ja. Jij ook niet. Nee, nooit. Nou Maarten, er zijn nog heel veel vragen. Een vlucht regenwulpen versus blekerszomer. Hoe kijk je nu naar je eigen werk en naar sowieso je werk uit die tijd? In de overzichten van de romancons uit de jaren 70 lees je vaak het woord authenticiteit. Ja, dat zegt me helemaal niks. Maar wat wij alle twee natuurlijk wel zijn, wij zijn echte realisten. Behalve dat jij in je kinderboeken natuurlijk... Ja. Helemaal niet zo aan het realisme vasthoudt, maar in je gewone werk wel. Je hebt geen... Ik laat wel een beetje het gothic af en toe. Ja. Maar dat is geloofwaardig. Want een van de boeken die wij allebei zeer bewonderen, is het meesterwerk van Emily Bronte. Ja, Woeste Hoogte heet. Prachtig. Ja. En daarin komt ook het bizarre voor, maar het is zo geloofwaardig. Mm-hmm. En het is in feite een hard realistisch boek. En de romantiek is in feite ook ver te zoeken. Ja. Ik zou daar eens langer met je over willen praten. Ja, Ik ben net weer in de pastorie geweest, ook in Houwen. Ben je een paar weken daar terug geweest? Ja, zo. Ja, al 3 keer. Maar daar heb je dat hoesje op gedaan. Ja, elke keer. Ik denk ook steeds, het is TB. En dan zie ik dat kerkhof voor me. Ja. Emily, Charlotte en Bramwell Bronte altijd opkeken. Waar ze iedere dag zowat een begrafenis moeten hebben gezien. Ja, dat denk ik wel. Wat dat moet van invloed zijn geweest. Als er iets is geweest, is dat het. Ja. Ja, dus ik heb daar dampen op geademd. Ja, die is maar 31 geworden, dus... Ja. Valt het bij jou nog wel mee? Op het doodkaartje staat trouwens 29, weet je wat? Ja. Zo ja. fout, ja. Nou, we moeten ook straks nog de zaal doen natuurlijk, maar zover is het niet. Ik had toch nog even kijken.
één zin ook, want die heeft toch met het schrijven te maken die ik eruit haalde bij jou. Even zien hoor. Ja, hier gaat het over schrijven en niet schrijven en alle redenen die er voor schrijvers kunnen zijn om te schrijven. En ik vond dit een aardig klein fragmentje. Als er één drijfveer kan zijn die bij mij tenminste heel duidelijk aanwezig is, dan wel deze, dat je uit afschuw over de alledaagsheid en trivialiteit grijpt naar de pen om er iets van te maken. Ja, dat is, dat waar. Is toch nog steeds zo. Ja, dat is zeker zo. Je maakt het altijd een beetje mooier dan het in werkelijkheid of was. Erger, of erger, maar dat kan ook mooi of zijn. Bijzonderder, ja, of maar je geeft er een essentie van. Ja. En dat ja. is wat je dus in fictie doet. Ja, dat is wat zijn je in fictie doet. Zijn we toch weer daarbij terug. Ja, He? Zeker. Ja. Je probeert het altijd op de een of andere manier spannender en bijzonderder te maken. Maar soms is dat helemaal niet nodig hoor, want soms maak je zulke rare dingen mee dat je het gewoon kan opschrijven. Ja, het heeft me ook altijd verbaasd, want ik kom toch uit een stad, hè, met veel mensen om me heen altijd, in zo'n boomloze Haagse volksbuurt ook. En jij hebt toch veel minder mensen om je heen gehad. En elke keer kom je wel weer een zonderling tegen. Ja, je komt en dat is nog steeds zo in Warmond waar je woont ook. Daar kom je ook weer dan een zonderling tegen die weer een verhaal heeft. Ja, laatst kom ik thuis. Dan zit er op de pad, op mijn pad, zit een man op een witte stoel die hij uit de schuur heeft gehaald. Die zit gewoon daar midden op mijn grindpad op mij te wachten. En die zegt tegen mij van, u bent toch erg voor het milieu? Ik zei, ja, dat ben ik. Zeker, natuurlijk. Nou, hij wou mij hebben als voorman om alle woonboten uit Nederland weg te krijgen. Want de woonboten in Nederland zijn milieuvervuilend, zei hij. Die zijn enorm milieuvervuilend. Dat is verschrikkelijk. Die moeten er allemaal uit. En daar ga ik nu aan beginnen, aan een grote actie om alle woonboten weg te krijgen. En dan wil ik u als bekende Nederlander, als voorman voor deze actie hebben. Oh, fantastisch. En hij bleef maar op me inpraten dat ik dat moest gaan doen. En daar had ik natuurlijk helemaal geen zin dus in. Dus wat heb je gezegd? Dus ik zei, hij zat maar door te... En ik zei, ja meneer, maar... er is een onderzoek geweest wat mensen overal zo her en der lezen. Nou, in gevangenissen lezen ze allemaal Maarten Biesheuvel. In ziekenhuizen lezen ze Mensje van Keulen. En in woonboten lezen ze allemaal Maarten van Keulen. Dan zit ik mijn eigen doelgroep in de weg. Oh, Maarten. Man heeft best een punt hoor, trouwens. Ja, maar ik heb het... Ik heb en mij ligt er wakker van. Het is, Ik heb het nagekeken op internet. Er zijn in Nederland maar iets van 10.000 woonboten. Waarvan dus 9.000 in Amsterdam. Dat valt dus erg mee. Valt erg mee. Maar misschien komt het ook. En je krijgt ze echt niet weg hoor. Nee. Heus niet. Nee, ach, die mensen moeten ook wonen. We hebben al zo'n woningnood. Maar het brengt me wel op iets anders. Ik dacht, als het ertoe komt, dan doe ik dat even. Want 5 jaar terug, en ik weet niet hoe het met jou is, maar... voor mijn gevoel is het 2 jaar terug. En als je ouder wordt, schijnt dat allemaal te versnellen. Mm-hmm. Maar toen werd je 65. Je bent nu nog maar net. Ja, ik dus ben 5 jaar nog ouder maar geworden. Maar 4 dagen 70. Ja, precies. Ja. En toen werd er een speciaal nummer van De Gids aan je gewijd. En toen ben ik daarvoor ook door al je werk heen gegaan op zoek naar de dieren die er allemaal in voorkwamen. En ik zou over jou en dieren schrijven. En ik dacht, ik haal er toch een stukje uit om die dieren even te noemen. Te meer omdat ik steeds vogeltjes hoorde. Ja. Zal ik dat toch even voorlezen? Ja, want het heeft toch een beetje te maken met die man. Want misschien heeft die man het wel gelezen. Want dat stuk heette De Ark van Maarten. Oh. En de ark, zo bijbels als wat, je haalt ze allemaal aan boord als het ware. Ja. Hè? In je werk, als je dat als een ark wil zien, haal je al die dieren binnen. Nou goed, ik zal vertellen wat ik allemaal gevonden heb. Het is nogal wat. Ja, dan hebben we daar nog wel tijd voor. Zet de dieren achter elkaar en er trekt een bonte stoet voorbij. Honden, poezen, een blauwgrijze kater, os, geit, bok, bunzing, otter, vos, muskusrat, inktvis, gifslang, vierstreep ringslang, muzikaal paard, dwergmarmotje, koeien, dolfijnen, olifanten, apen, vuurvliegjes, vuurbuiken, hommels, zweefvlieg, wespen, toren, wormen, muggen, platjes, bloedzuigers, maden, muggenzwemmers, cycliden, graankalanders, boomkikkers, spinnen, libellen, vlinders, koekels, zilvervisjes, donderkopjes, salamanders, smaragdgroene haar. Nog 3 keer zo lang. Gaat maar door, door. Eindigend met Jezus Christus vogeltje. Bosuil, vinken, meerkoeten, boomklever, houtrag, vliegende duif, kleine karakiet, klapwiekende reiger,
hobbelende eenden, dommelende futen. Nou, het is echt... Ja, ja. Het is helemaal vol dieren, wat natuurlijk niet verwonderlijk is voor een bioloog. Maar het gaat wel wat verder dan het stekelbaasje. Ja, dat is waar. Ja, maar een tijger komt er niet in voor, hè? De tijger, nee, die komt er niet in voor. Jij nou, daarom doe mij dan een plezier. Lees nou jouw versje. Oh, ik heb hem niet bij me, dan moet ik het aan mijn hoofd doen. Maar jij zei, kan jij het? Jij kent het in het Haags uit. Oh, dan moet ik het echt proberen. Moet ik een slokje nemen? Het is zo mooi. Jij moet één invallen, want jij hebt een beter geheugen dan ik. Ja. Oh. Tony Tijger, oké. Wordt dan Tony Tijger. Tony Tijger had zo'n tandpen, tranen rolden langs de toet. Tony, ja, zijn tweelingzus zei, Tony, weet je wat jij doet? Nou, meteen naar tandarts tackle, anders is het straks te laat. Want dan klettert jouw gebiedje tand voor tand totaal op straat. Toen zat Tony niet veel later trillend in de tandartsstoel. Tjonge, zuchtte tandarts tackle, ja, dat geeft een rotgevoel. Maar jij snoepte te veel toffies, dus voor straf krijg jij geen spuit. En hij trok los met twee poten om de tang de tand eruit. Al jankte Tony Tijger. Treiter al getanden trekken, maar ik heb zat tanden over. En een tackle smaakt best lekker. En toen heb Tony, moet je weten, met trek de tanden opgevreten. Ja. Zo. Nou, daar heb je nu ook nog bij. Oké, nee, maar... Ja. Nou. Maar dus tijger ook aan boord. Ja, maar dit is nog opgeschreven. Ja, maar het is volgens mij al 5 uur, dus we moeten vragen. Nee, nog niet. Nee, ik loop altijd voor en dan gaat ik wat later dood als je altijd even voorloopt. Oh ja, goed zo. Hier, die fictieschrijvers allemaal. Ik had zo allemaal. Hier, Söderberg, Faulkner, Vestek van Oudhoorn. Door jou ben ik van Oudhoorn gaan lezen trouwens. Mm-hmm. Dat was de som der misverstanden. Prachtig. Prachtig. Ja, leest iemand dat nog? Nee, dat geloof ik geweldig. Niet. Geweldig. Nee, dat hadden ze voor Fontane, Nederland. Dickens. Kunnen ze volgend jaar voor Nederland mooi lezen? Zijn. Nou, dat is zwaar hoor, voor een jonge mens. Ja. Dat is zwaar. Dus, ja, maar ja, ik maar misschien... Het maar ik heb niet over Eemans geschreven, want die las ik daardoor ook. Ja, dat vond ik geweldig. Dat is wel te doen, Eemans. Dat is een Haagse schrijver. Nee, maar veel soberder. Het is, ik denk, toegankelijker. Ja, maar zou je dat voelen? Als wij nou samen uit mogen maken wat volgend jaar Nederland leest. Oh, dat ga ik niet doen, hoor. Nee? Daar moeten we maar straks maar over hebben. Ja, maar dat willen ze hier in de zaal heel graag weten. Ja, nou, daar gaan we over bekvechten misschien. Nou, ik vind een goede keus zou zijn terug tot Ina Damman van Vestijk. Ja, ja. Omdat Vestijk helemaal niet meer gelezen wordt. En het is ook wel heel erg bedoeld voor leerlingen van middelbare scholen. Eigenlijk had het dit jaar gaan moeten, want... het boek is nu 80 jaar geleden verschenen, in 1934. Ja, ja. Er komt natuurlijk weer een overleden auteur, is nu weer aan de beurt. Ja, dat zou wel goed zijn. Het is... Maar waarom niet bijvoorbeeld ook een paar verhalen zou zo aardig zijn? Want jij hebt echt de grote prijs die je kreeg, die Montetuli-prijs, is voor je verhalen toen geweest, in de jaren 70. Ja, tot nu toe hebben ze... Dat zou je met de CPNB moeten... bespreken, maar tot nu toe hebben ze steeds een roman gedaan, in ieder geval. Nee. En daar zijn er natuurlijk toch wel heel veel van. Maar je houdt ook van verhalen. Ja, natuurlijk. Het zou prachtig zijn. Ja. Maar bleek het zomer zou ik ook een hele goede keuze. Ja, dat is te doen. Dat is, maar ik hou. Nee, dat kan heel goed. Maarten, hebben we nog vragen? Want we krijgen straks nog vragen uit de zaal trouwens. Ja. Die hebben we ook nog. Ja, trouwens, muziek. Ja, je hebt zoveel over muziek geschreven. Als je toch terugkeert erop, zou je muziek... Zou je dat als fictie, als non-fictie, of zou je daar een onderscheid in kunnen maken? Muziek, zou je dat is... kunnen vergelijken of helemaal niet? Nee, dat kan je niet erg met elkaar vergelijken. Muziek is natuurlijk zo'n abstracte kunst. Dat is, en niemand weet wat muziek is eigenlijk. Waarom... Maar er wordt zoveel over geschreven. Ja, maar wat is muziek nou eigenlijk? Wat doet het? Waarom word je ontroerd door een melodie? Dat is moeilijk uit te leggen. Dat weet niemand. Dus heel erg eigenaardig. En dat heb je natuurlijk met fictie wel, want je begrijpt heus wel, als je over gevoelens van anderen leest en over de liefde en wat dan ook, dan dat zijn dingen die je zelf ook hebt meegemaakt. En dat resoneert als het ware dan in je gemoed. Maar goed, die herken je. Maar je kunt natuurlijk ook iets lezen of horen wat je niet kent en toch bevlogen raken. Dat kan heel goed, ja. En dat is natuurlijk, die verrassing is er altijd nog als dat je blijft lezen. Ja, we kunnen veel promotie voor het boek maken als ze zo doorgaan. Hè? Even kijken of er nog dwingende vragen zijn. Heb jij nog een vraag anders, Maarten? Of is er nog iets wat je kwijt zou willen, bijvoorbeeld, aan de mensen? Ja, jou wel, maar niet aan niet aan de mensen uit de zaal. Althans niet waar ze bij zijn.
Nou, ja, het is maar goed dat u niet in de kleedkamer heeft gekeken. Toen we daar net zaten, een half uur. Nou, hoe vaak hij me niet door het schoot heeft getrokken. Nou, dat is helemaal niet waar. Oh, het is nog wel erger. Ja. Nog wel erger, zegt ze dan. Oh, dat heb ik nog. Dan leren de mensen wat over jou en misschien mij. Ik heb namelijk een paar citaten opgeschreven. Over wat je in de opdrachten die je in mijn boeken schreef. Even kijken of ik ze nog hier heb. Opdrachten in de boeken van jou aan mij hier. In de kroongetuigen voor mensen. Matteüs 5, vers 28. Jij weet misschien natuurlijk wat het is, maar weet je het nog? Nee, dat weet ik niet. Oké, gelukkig. In het woede der gehele wereld. Voor mensen zonder wie dit boek er heel anders uit zou zien. In Mozart en de anderen. Zie pagina 118, uitroepteken. Dat weet ik nog, Le Barricade. Ja. Ja? Het klaversymbolstuk wat jij zo mooi kan spelen. In een deerne in lokkend postuur. Zie pagina 44, 45, 146, 157. In dienstreizen, voor mensen die er ook in voorkomt. In het psalmenoproer, nu jij een historische roman. In de zonnewijzer, voor mensen het enige lichtpuntje in de inktzwarte nacht van de letteren. Ja, dat was het toen zo erg? Ja, wij doen het nog steeds. Oh ja, oké. Nou, daar hebben we het straks wel over. Onder de korenmaat, voor mensen die, zie hoofdstuk 2, toch op tijd gewaarschuwd heeft. In wie God verlaat heeft niets te vrezen. Voor mensen, zodat ze kan lezen dat het geen pas geeft een stalletje neer te zetten. Ja, met kerst. Ja, dat had ik gedaan voor mijn zoon die klein was. Ja, dat had je gedaan. Jij wou niet eens meer binnenkomen toen. Nee, dat vond ik zo van dat katholieke gedoe. Nee, ach, dat is toch poppenkast. Nee, dat geeft dat niet. Nou. Dat kind moest nog vragen, ook hoe heet die kleine ook alweer van die twee. Nee, dat kan ik zet het weer neer hoor. Als ik weet dat jij komt, zet ik het neer. Nee, dat moet je niet doen. De Jacobsladder. Als grootvader je gekend had, zou hij gezegd hebben, ze zijn jaloers omdat mensen op kaal valt. Ja. Dat kun je nog herinneren? Ja, dat kan. Nou, ik val er nog steeds op hoor, Maarten. Ja, ik weet en in de jongste roman. Er is nog hoop. Er is nog hoop. Maar dan, hoor maar. In de jongste roman, dus Verlovingstijd, daar staat voor mensen. Helaas nooit mee verloofd geweest. Nee. Maar ik denk dat je dat bij wel meer vrouwen voor in het boek hebt gezien. Helemaal niet. Hij kan behoorlijk jokken. Nee, dat is niet waar. Maarten, het is geloof ik 5 uur tenminste. Ja volgens mij wel. Zie je wel, ze komt al na. Het is opeens heel snel 5 uur op deze manier. Ja. Ik had nog een heleboel, maar goed. Ik kreeg net een berichtje, we zouden eerst de vragen doen en beantwoorden, maar het gaat even wat anders. Ik wil graag Eppo van Nispen, de directeur van CPNB, naar voren hebben. Waar is die? Waar is Eppo? Eppo. We horen zijn stem al. Ja. Dat is dus de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlands Boek, hè, dat CP. Hallo. NB. Hoi, hallo. Ja, goedemiddag dames en heren. Wat een prachtig theater overigens. Het ruikt nog helemaal nieuw en wat een geweldig gesprek. Ik kreeg er bijna rode oren, in ieder geval hele rode wangen van. Om deze ontluikende, of juist niet ontluikende liefde helemaal hier mee te maken. Ik weet niet wat ik hoor hier vanmiddag. Ik weet niet hoe het nu is, maar de blik op Maarten is heel anders. Ik weet niet of we wel hadden gekozen als ik dit allemaal had geweten. Goed, dames en heren. Het is echt een prachtig dag. Ik sta hier, want het is echt volledig inbreken, excuus daarvoor. Want we gaan iets bijzonders doen. En daar ben ik eigenlijk veel te klein voor. Ik ben 2 meter, maar ik leef in een gat, zeg ik altijd. De directeur van de Stichting Collectieve Propaganda van Nederlands Boek. Sinds 1930 doen wij ons best de Nederlandse boek, de Nederlandse literatuur naar de mensen te brengen. Een van de mooiste campagnes daarvoor is sinds een paar jaar Nederland leest. Daar bent u nu hier ook vanmiddag voor. En waarom is het een hele mooie campagne? Omdat die wordt gedreven door de bibliotheek. De bibliotheek, de laagdrempelige plek, dan niet in Maassluis, want dat kost dan 10 cent. Dat is ook een schande. En gelukkig is er tegenwoordig een openbare bibliotheek en hier in Dordrecht de bibliotheek AZ. Daar wou ik even een heel groot applaus voor, want die hebben ervoor gezorgd dat het allemaal kon. Dank u. Maar daarvoor sta ik hier niet. Ik sta hier omdat we iets heel bijzonders gaan doen. En zoals ik ben eigenlijk te kunstmin, zeg maar. We gaan iets heel bijzonders doen, want we hebben voor het eerst iets hier in handen wat we graag aan jou willen geven, Maarten.
En daarvoor ga ik plaatsmaken, namelijk omdat ik zeg, u bent weliswaar directeur, maar we hebben speciaal iemand van ons bestuur. We zijn nog een oude stichting met echt een bestuur. En dat is de heer Hans van Velzen, voormalig directeur van de Openbaar Bibliotheek Amsterdam. Thans gepensioneerd, zoals dat dan heet. En bestuurslid van de CPNB. En hij gaat dit doen op de zijn voortreffelijke en vertrouwelijke wijze. Want het is bijna, kijk, laat ik het zo zeggen. Of zijn de koninklijke hoogheid Willem-Alexander was hier geweest. Of Hans van Velzen. Wat goed om je te zien. Dankjewel Eppo. Dag Maarten. Dag, nou, leuk Hans. Om je hier weer even te zien. Maarten en ik kennen elkaar namelijk al heel lang. Want hij heeft heel vaak ook bij ons opgetreden in de bibliotheek. En wat ook bijzonder was, nou we hebben net even gehoord, Maarten is ook een promotor van het lezen. En ik ben eigenlijk destijds via Maarten, ben ik bij Simon Vestdijk aan geland. Nou Maarten is een groot kenner en liefhebber van Vestdijk. En inmiddels ben ik uitgegroeid tot voorzitter van de Vestdijk-kring. En Maarten zit nog in de redactie van de Anton Wachter-prijzen, die elke 2 jaar wordt uitgereikt aan het meest veelbelovende debuut van de afgelopen jaren. En er zijn prachtige, kan je zeggen, schrijvers uit naar voren gekomen. Wat nou zo leuk is, vind ik dat ook dit boek van een vluchte regenwulper, dat is toch minimaal, zou ik zeggen, geïnspireerd door wat je net al even noemde, het boek van Terug tot Ina Damman. Het gaat allebei over een jeugdliefde. En wat ook leuk is, want ik heb het natuurlijk herlezen, en toen viel het mij ook op dat Vestdijk wordt 3 keer genoemd in dat boek. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. En dus daarmee zie ik het ook een beetje als Vestdijk-promotie. En jouw oproep van net was mij natuurlijk uit het hart gegrepen. Hè? Maar daarvoor sta ik hier niet. Het is namelijk zo, we kennen veel prijzen in Nederland. Hè? Dus, prachtige literaire prijzen. Maar wat natuurlijk ook telt is van, ja, hoe vaak wordt een boek nou geleend en hoe vaak wordt een boek nou gekocht. Sinds enige tijd heeft de CPNB daar mooie prijzen voor. 1 keer per jaar wordt zelfs af en toe het Gouden Boek wordt dan overhandigd. En dat is voor een boek wat dan 250.000 keer is verkocht. Maar we weten inmiddels dat Terug tot Ine Damman en in vervolg daarvan mag ik wel zeggen een vlucht regenwulpen. Dat zijn van die FS-sellers. En nou, ik heb hier wel het bijzondere nieuws, dat we hebben natuurlijk geteld en geteld over het afgelopen jaren. En we hebben echt niet primeuren, Maarten, want het is natuurlijk, dat boek heeft alles maar doorverkocht. En ik kan u aankondigen, ik heb nu de eer en het genoegen om aan Maarten een diamanten boek te overhandigen voor 1 miljoen verkochte exemplaren van een vlucht regenwulpen. Niet laten staan, hè? Nou hoor, dank je wel. Gaan eens kijken. Ongelooflijk. Wauw, het schittert heet. Ja, schittert ja, het ook echt. Ja, ja. Het geeft licht. Het geeft licht af. Ja, ja, doe het even zo. Kijk, ja, dank ja, ja. Even een mensje op. Ja, leuk hoor. Ja, het zal niet echt zijn hoor. Jeetje, we moeten samen in de auto. Iets zeggen, Maarten? Wat? Als je nog iets wil zeggen, nou, ja, kan dat? Dit is natuurlijk ongelooflijk. En dat brengt de verloving misschien ook weer een stukje dichterbij. Ja, ik heb nog geen diamanten, dus oké. Okay. Heel mooi. Dan, Ankie Kessler. Ja. Wij vinden het een hele eer. En een hele eer dat, dat jullie vandaag bij ons geweest zijn en zoveel belangstelling ervoor is. Maar natuurlijk ook heel bijzonder dat deze prijs vandaag uitgerekend is. Jij had het over ontlezen. Maar ja, daar hebben ze dus bibliotheken voor uitgevonden, hè Marieke? Precies, ja. Om het lezen te bevorderen. En daar doen we vandaag alweer een heel goed stuk aan mee. Dus maar heel fijn. Het is ook een prachtige. Ja, we hebben net bijzonder veel plezier geluisterd naar jullie twee. Dus dat had voor mij nog wel tot 7 uur mogen duren. Oké, okay. Blijf. Ja. Okay. Dank je wel. Prachtig. Dank u wel, anders dank u wel. Dank. Maar mogen mensen nou toch nog vragen stellen, of niet? Moeten ze dat gewoon bij de boeken meer doen? Voor. Dat is niet de bedoeling. Oh. Ja, ik heb ook instructies, ik kan er ook niks aan doen. Maar er wordt wel straks gesigneerd, dus als er een hele dwingende vraag is, dan kan dat vast wel even aan die tafel. Ja, dat kan altijd. Ik wil jullie ook ontzettend bedanken. Dank je wel. Ik heb alleen nog een paar mededelingjes. En dan moeten we het afronden. Dat gaat vooral over de volgende programma-onderdelen. U hoort er dus, er wordt gesigneerd. Daar kan u ook zo naartoe, naar die tafel.
Vanavond om 20:00 in de grote zaal Herman Brusselmans. En in de kleine zaal, ook om 20:00 dus, Kees Moeilijker. In de VIP-foyer Judith Koelemeijer. In het hele gebouw zit een schrijfmachientje, dat is doorlopend door de culturele apotheek. En om 21:45 mevrouw Tamara, dus ook het hele gebouw. Nou, dan ronden we het nu af. En deze wolken die gaan zo verdwijnen, heb ik begrepen. Nederland leest Slotfeest. Jullie zaten een ontzettend mooi beeld, was dat steeds ook. Ja. Te gaan. Nee. Nou, dat was het. Oké, dat was het. Okay. Voor vanmiddag dan, hè? Dank, dat was erg mooi. Ik ga een foto maken.